kachel vallen. Zo was het. Toen verpekte ik heel het gesprek. En binnen seconden stonden ze buiten en gingen ze naar Martelufke. Het was net voordat de brief binnenkwam. Maar... als Frenny zegt, dat kan ik echt niet doen. En Milena heeft gezegd, een waarschuwing stem voor wat er is gebeurd. Dan heeft ze toch dat advies gegeven om op ons te stemmen. Ja, zo heb ik het niet opgevat. Het kan ook zeggen als jij zegt van ja, ik ga op eerst. Ik zeg van nou, ik zou dat nooit doen. Snap je? Het kan hoor wat je zegt, maar ik heb dat er niet uit opgemaakt. Nou, wat Frenny loopt vandaag met twijfels rond. Hè? Hmm. Dus ik kan me alleen maar voorstellen dat ze in een gesprek is gekomen met Milena. Waarin ze zegt, joh, ik weet het nog niet helemaal. Ik weet niet, wat moet ik doen? En dat Milena dan zoiets zegt van, nou, dan kan je voor wat er de afgelopen dagen is gebeurd, kan je een waarschuwingsstem geven. Nee, het was, wat ga jij doen? En toen was het, weet je al wat je gaat doen of zo, zoiets. Wie vroeg dat? Een van de twee. En toen, ik denk dus Frenny, want Milena gaf als eerste antwoord. En die zei toen van, ja, denk een waarschuwingsstem voor de afgelopen dagen. Toen dacht ik, waarschuwingsstem, dus dat is niet vol. Ja. Want Milène is natuurlijk bang dat als ze vol op een van ons gaat en we blijven alsnog dat de pleuris uitbreekt. Dat hebben we natuurlijk al eerder gehoord. Ja. Een vriend gaat nooit op ons stemmen, dat zal ze echt niet doen. Nee. Nee, dat twijfel ik ook niet aan. Nee. Maar je kan me hier ook echt niet achterlaten in dit gekke huis, verliefd. Dat gaat echt niet gebeuren.